Ik ben Christophe Colladet van Kanneke België en mijn voornaamste rol bestaat erin het vinden van nieuwe toepassingen voor ons biomateriaal Green Planet. Green Planet is een 100% natuurlijk materiaal. Het wordt gemaakt van plantenolie door micro-organismen in een natuurlijk fermentatieproces. Wat het materiaal zo uniek maakt, is dat het eigenschappen heeft die zeer nauw aanleunen bij het standaard plastic, standaard kunststoffen. Maar met het grote verschil dat ons materiaal 100% afbreekt in de natuur en geen microplastics achterlaat. Mits de nodige aandacht kan Green Planet worden verwerkt op standaard kunststofmachines. In dit geval van de herbruikbare beker hebben we nauw samengewerkt met Smisdom Plastics in Sint-Truiden. De opgebouwde ervaring en andere toepassingen zoals koffiecapsules kwamen hierbij goed van pas. Op dit moment hebben we één type beker, maar het is wel de bedoeling om in de toekomst meerdere bekers te gaan produceren met verschillende maten, afhankelijk van een beetje wat er nodig is in de markt. De groeiende bezorgdheid rond microplastics zorgt voor een duidelijkere toename in de vraag naar meer milieuvriendelijkere alternatieven dan de standaard kunststoffen. Het is ook in deze context dat we samen met STVV op zoek zijn gegaan naar net dat tikkeltje meer. In dit geval een nog steeds herbruikbare beker, maar wel plantaardig en meer milieuvriendelijk. Kanneke zal de productie van Green Planet de komende jaren blijven opdrijven. En zo zullen wij ook een steentje bijdragen aan een duurzamere maatschappij, inclusief het verminderen van microplastics in de milieu. Stan Niese, 50 jaar. Ik ben commercieel directeur voor STVV en heb het genoegen om al 10 seizoenen lang voor deze club te mogen werken. Het is natuurlijk evident dat elke club bezig moet zijn met hun ecologische voetafdruk. Wij zijn daar ook mee bezig, uiteraard. En we waren al heel lang aan het denken, hoe kunnen we nu net die stap verder gaan? En deze stap verder, ja, die werd ons aangereikt en aangeboden door Kanneke. Net omwille van het feit dat deze beker biodegradeerbaar is. De specifieke aspecten van de samenwerking is dat het ook leuk is dat we zoiets kunnen opzetten met lokale partners. Enerzijds de producent van de bekers, Smisdom Plastics. Anderzijds Stad Sint-Truiden. We hebben daar geopteerd en gekozen voor een speciaal formaat. En de feedback van de fans is dat hij heel goed in de hand ligt. Wij vragen en roepen onze fans ook op om de bekers te verzamelen en binnen te brengen aan de toogpunten. Dus het is in ieders belang dat er zoveel mogelijk bekers terugkomen, want dan gaan we ook lang zonder waarborg kunnen werken. Wel, de toekomstplannen is om onze supporters, zij weten dat wij hen altijd de beste en de juiste kwaliteit willen bieden. Voor ons is het belangrijk om het inzamelen, het verdelen en het bedienen in de reusable cups, om dat zo goed mogelijk en kwalitatief mogelijk te behouden en verder te optimaliseren. En dat is uiteraard onze taak.